Yo Nintendo fans, welkom bij weer een allemachtig, wat prachtige nieuwe video. In Miitopia, oftewel Nintendopia, want we gebruiken alleen Nintendo characters. En in de vorige aflevering hebben we Goomy gered, althans zijn gezichtje. En hier krijgt u hem weer terug jongens. Doe even een duimpje omhoog voor Goomy en vergeet niet te abonneren als je iedere dag Nintendo video's wilt checken op YouTube. En daar gaat hij. En het lijkt een soort van een halve ditto hoofd eigenlijk wel. De angstaas Goomy heeft zijn gezichtje terug en hij zegt: dat was verschrikkelijk. Lieve Raichu, bedankt dat je ons gered hebt. En jij ook. Heel erg bedankt, vreemdeling. En dit is voor jou 5 HP banaanskies. Lekker zeg. In de vorige aflevering hebben we deze 3 ook gered. Roald, Jitters en Dizzy uit Animal Crossing Key. Maractus en Ditto hebben gewoon hun gezicht nog. En nu moeten we nog op zoek naar het gezicht van Mudkip. En die is helemaal aan die kant. En ja, onze arme Pichu, die is ook de gezichtje kwijt. En die zit hier ergens bij die bloem. Geen idee hoe we daar komen. Dus laten we maar eerst voor Mudkipje gaan. En dat gezichtje moet hier eens te vinden zijn. Mudkipje, waar is jouw gezinkje? Oh, wat is er met Gogi aan de hand? Gogi zegt een vochtig woud. De lucht is zo zuiver hier. Laten we die eens diep inademen. In. Arf. Heb je scheet gelaten, Luigi? Je hebt scheet gelaten, hè? Oh, hij heeft een insect in zijn neus. En dat insect heeft denk ik een scheet gelaten. Ah! Oké, okay, let's go. Kom erop met je eerste vijanden. Dat is een Banshee en 2 bananen mievalletjes. Luigi is van ons het allersnelste. En ik ga ze allemaal tegelijk nakken. Dan vuuraanval van Wooloo. En Luigi krijgt klappen. En nog iemand krijgt klappen. Oh, de HP-banaan van... Wat, nee, wat? De HP-banaan van Wooloo is gewoon opgegeten. Doe eens even normaal, jongen. Dit zijn mijn bananen. Oh nee, ik ben boos geworden. Ik ben boos geworden. Laat ik maar even naar de schuilplek gaan. Oh, ik zie er echt super evil uit. Wat een boze bloem is dat, joh. Oké, okay, ik ben weer beter. Ik kan weer terug. Let's go. Hij zit nog meer bananen te vreten. Laat mijn bananen met rust. Ik hoop wel dat ik mijn bananen allemaal terugkrijg, jongens. Het zou een beetje zonde zijn als al die bananen op zijn. Krijg ik ze niet terug? Ik krijg ze niet terug, hè. Wat een poepplantje. Dit is niet eerlijk. Dit is niet oké. Dus de duistere vorst, Mr. Mime, is in zijn slot, vraag ik aan Raichu. Raichu zegt, dat klopt. Ja, bovenaan de vulkaan. En het slot ligt in het oosten. Raichu vraagt, heeft Pikachu je dat verteld? We kunnen nu helaas niet gaan. Hoezo kunnen we niet gaan? Omdat de weg er naartoe is verborgen door magie en zonder die weg zouden we verdwalen. Nou, dat gaan we niet. Dat gaan we later. Simpel. Ik ben niet zo moeilijk hoor. Dat doen we dat gewoon later. Dan gaan we eerst alle andere dingen doen. Dan gaan we daarna naar de vulkaan. Oh jee. Het is het gezichtje van Mudkipje. Mudkipje. Die komt op een of andere grote bal met slijm. Dit had gewoon Slingoo moeten zijn, man. Of Gnomy. Mudkip slijm. Ik heb de verkeerde gekozen. Nou, laten we Mudkip slijm even proberen te nakken. Even kijken hoe we dit gaan doen. Want Mudkip slijm is sowieso zo te zien best wel veel HP. Maar goed, dit moet wel goed gaan komen, jongens. Hoop ik, hopelijk. Oh, Shadow. Shadow zit weer snoepjes te vreten. Jongen, ik heb strooisel voor je, jongen. Zeg gewoon even dat je dat wil. Dan geef ik je gewoon strooisel, man. Zonde van je snoepjes, joh. Hey, je kan op Epona. Lekker, harde tik. Ik kan ook op Epona. Super nice, ik ga even snuiven. Is het een vuursnuif? Nee, het is een normale snuif. Ah, we krijgen best wel harde klappen, man. Dit is best wel een harde bal slijm. Oh, wow. Shadow gaat Luigi vuren. Hilarisch. Oké, let's go. Volgende ronde. We zijn er klaar voor. Ik heb iedereen geheeld. Vuuraanval van Wooloo. Raichu die even de pijl en boog gooit. Luigi die een klap geeft. Nog een vuuraanval van Wooloo. Ik ga voor het lentebriesje. En hij is voor meer dan de helft al kapot. Dus ik hoop dat hij niet hele gekke aanvallen gaat doen nu. Ja, hij tikt er wel behoorlijk op los hoor. Maar als het een beetje mee zit, gaan we dit wel redden. Let's go guys. Let's go Raichu. Luigi, heb je geen betere aanvallen? Waarom? Luigi is alleen maar een beetje suf aan het slaan. Alsof hij voor de rest niks kan. Kan Luigi ons alleen maar helpen of zo? Is Luigi geen goede aanvaller? Ik denk het. Ik denk dat zijn klasse niet echt een aanvallende klasse is. Ondertussen is mijn strooisel op. Mijn HP-strooisel. Dus nu moet Luigi dan maar zijn werk gaan doen door iedereen gewoon te healen. En dan kunnen wij voor de rest gewoon aan blijven vallen. Luigi gaat niet healen. Luigi gaat hem slopen. Lekker Luigi. Zit ik net te zeggen dat hij niet kan aanvallen en dan geeft hij de laatste klap. Lekker bezig, man. En we hebben ook juweel B nu gevonden uit Elflandia. We gaan lekker met die juweelkies. In de vorige aflevering hadden we volgens mij A en C gevonden. Dus misschien dat we ze nu wel allemaal hebben. Wooloo en ik zijn betere matties. Altijd fijn om betere matties te worden. We gaan eens even lekker wat eten. Hier heb je slijmgelei. Ja, vind je het lekker, Wooloo? Nou, mooi. Kannibalen thee, dat vindt vooral Gogi erg lekker. Ik blijf hem gewoon Gogi noemen. Vind ik gewoon leuk. Wooloo die wil een nieuwe toverstaf. Ja, daar heeft hij er nog niet zo heel veel van. Dus die ga ik gewoon geven. Een koperen toverstaf.
Dit ziet er wel echt uit als een Harry Potter toverstaf, joh. Ja, die is mooi. Die is mooi. Ik hoop dat je nu ook sterker wordt. Ja, ik wil weer dit bloempie kopen. Ja... Luigi die wil een pakkie. Nee, dit pakkie ga ik niet kopen. Dat doet veel te weinig. Nou, laat ik maar een nieuw bloempie voor mezelf kopen, jongens. Een paardenbloempie. Die past wel goed bij mijn outfit, trouwens. Ja, dit ziet er echt soepel uit. Kijk mijn heupen, jongen. Oké, verder geen commentaar. Tijd om heel hard door te gaan. Mudkippie gezinkie. Let's go, we gaan Mudkip opzoeken. Alsjeblieft, hier is je gezicht terug. Oeps, dat ging maar net goed. Vreemdeling, lieve vee, bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan. Dit is om jullie te bedanken. Elfendrankje? Een elfendrankje? Kan ik dan ook in een elf veranderen? Ja, en nu moeten we dus naar deze bloem hierboven. En ik denk dat we daar komen door hier naartoe te gaan. En volgens mij is dit best wel een lange weg die we moeten gaan pakken. Dus kunnen we even flink trainen op deze vijanden. We hebben een nieuwe vijand hier. Een uiltje. Epona wil me gelijk helpen. Dus dat is super fijn. Even snuiven. Hoppakee. De boinkjes zijn kapot. Nu de uiltjes nog. 1 uiltje kapot. En geen 2 uiltjes kapot. Nu wel 2 uiltjes kapot. Word maar weer wakker, Wulu. Hoppakee. Rikachu naar level 10. En Wulu naar level 9. En die heeft ontploffing geleerd. Breng een explosie teweeg die al je vijanden roostert. Dat klinkt heel goed. Meneer Rikachu. Yo, professor Egad, heb je weer post voor mij? Dank u wel, professor Egad. Of moet ik zeggen, postbode Egad. Een brief van Snorlax. Alleen als je goed eet, blijf je gezond. Vergeet dat niet. Nou, thanks Snorlax. Ik hoop dat jij ook lekker aan het eten bent met je malse kippenpootjes en zo. Oh, we zijn nu al bij een herberg aangekomen. Super chill. Jongens, ik heb nu een mooi pakje. Ik lijk wel een of andere knol. Dit is gewoon het Enzo-pakje, jongen. Het knollenpakje. Allemachtig. Wat niet mooi. Prachtig. Dit is wel echt een lelijk karakter hoor, die bloem. Eens even kijken waar we naartoe gaan. Ja, we moeten nu hier naartoe. Ja, ik denk dat we straks al bij die plant terechtkomen. En dan kunnen we Pichu dus gaan redden. Let's go. Tomaat, tomaat, tomaat. Tomaat, tomaat. Ik ben zo blij dat je bestaat met je brode ronde gelaat. De prachtige groente, de tomaat. Ik ben gek op het tomatenlid. Ja, het was een fantastisch avonturenlid, ja. Nou, dat we daar geen betere matties van worden, man. We hadden zo'n mooi liedje gezongen, Shadow en ik. Nou, even snel 2 pompjes. Dompies nakken. Dat moet vast wel gaan lukken met Epona. Rawr! En Wulu die de 2e sloopt. Ja, easy. Hey, ja, en daar gaat Luigi naar level 10. En die heeft rechtvaardige razernij geleerd. Versla een vijand met het licht der absolute rechtvaardigheid. Klinkt ook goed. Klinkt als een goede aanval voor Luigi. Maar Luigi doet die aanval niet. Hij ging gewoon even normaal aanvallen. Toch jammer. Oh, wacht even. Deze uilen zijn sterk, jongens. Uilen, willen jullie even stoppen? Jullie moeten kapot, niet wij. Knal ze kapot, Shadow. Knal ze kapot, Wulu. Oké, dat is 1. Ik ga even aanvallen. Dan gaan we Altje C sowieso nakken. Ja, Wulu die gaat lekker los met vuur. Shadow is ook lekker aan het knallen. Heerlijk bezig, jongens. Lekker teamworkie. En Shadow die gaat ook naar level 10. En die heeft laser gelid. Die kan nu een laserstraal afvuren die alle vijanden uit de weg ruimt. Ja, het begint er nu echt goed uit te zien. We beginnen nu echt aanvallen te leren waar we echt wat aan hebben. We moeten even battelen tegen 3 twerkkoenies. Die twerkkoenies is er helemaal niet goed, joh. Blijkbaar is het echt super makkelijk om deze twerkkoenies te verslaan. Kijk hoe easy dit gaat. Plop, dood. Doei, mazzel. Ja, ik vind het helemaal prima. Kunnen we lekker snel door naar de herberg. Jeetje, ik kan alweer een nieuw wapen kopen. Smaragdblad. Maar die kost 1300. Dus ik denk dat ik dit heel eventjes laat. Maar het zag er best wel duur uit. Eens even kijken. We komen nu bij de quizmaster, professor Okidoki. We gaan weer quizzie spelen. De favoriete quizmaster. Kunnen we het silhouet herkennen? Ik denk dat dit wel moeilijker wordt. Eens even kijken. Wie moeten we gaan zoeken? Wie is dit? Is het Rikachu, Luigi, Mario of Zucker? Volgens mij is het Mario. Ja, oké, die hebben we goed. Ik zag het aan het haar. Vraag 2. Wie is dit? Zelda, Shadow, Luigi of Zucker? Deze is makkelijk. Dit is absoluut Zelda. Geen twijfel over mogelijk. Als Rosalina er nou tussen zou staan, dan zou ik nog twijfelen. Vraag 3. Wie is dit? Dit is absoluut Wulu. Dit is geen Luigi. Dit is geen Red. Dit is geen Toad. Dit is sowieso onze Wulu. Hé, dan hebben we dit al gewonnen, joh. Yo, dit ging soepeltjes, man. Wat hebben we gewonnen, professor? Krijg ik lekker eten of geld of wat? We krijgen 5 MP-snoepies. Nou, dat is altijd lekker. Om een beetje buffer te hebben, want die Shadow die zit alles op te vreten de hele tijd. Het is niet Shadow the Hedgehog, het is Shadow de Vreetzak.
Maar we zijn bij de plant aangekomen. En dit is waar we Pichu moeten gaan vinden. En nu is het even te hopen dat we hier ook naar binnen kunnen. En dat we dus alle amuletten hebben. Want we zijn nu bij het Lotusmeer. Daar gaan we, jongens. Oké, zegt Guigi. Die heeft last van zijn rug. Ja, dat is lastig, want we moeten nu al battelen, hè. Oh, oké. We moeten tegen een dik kopje en een vriendelijke golem. Waarom moeten we tegen een vriendelijke golem als die vriendelijk is? In ieder geval, Guigi gaat even zijn superaanval doen. Oh, die mist daarbij de golem. Dit was echt top, Guigi. Dus even kijken wat ik met Epona kan, jongens. Rawr! Ze leven allebei nog. Wooloo gaat vuuraanval doen. En Shadow gaat zichzelf beschermen. Ik ga Shadow helpen. En wij worden beter dan Matties. Level 8 zijn we al samen, joh. Yo, dat gaat echt goed. Shadow gaat even een tik uitdelen. Ja, oké. Die gekke vis die is kapot. Ze zijn de hele tijd wel Guigi aan het slaan hier. Hopelijk kunnen we die golem ook slopen. Oh, Raichu doet eindelijk wat. Dat heeft even geduurd, Raichu. Wow! Oké. Met die aanval kan Guigi blijkbaar in één keer iemand kapot maken als hij hem raakt. Zo, maar dat is sick. Dat is heel sick. Want je zag namelijk niet hoeveel die damage deed. Er stond gewoon gelijk weg. What? Oké, Guigi. Dit vind ik wel tof. Raichu vraagt, mag ik je iets vragen? En ja, op het moment dat je aan iemand vraagt of je iets mag vragen, dan heb je dat al gedaan. Maar anyway, wat is er? Raichu vraagt, wat ga je doen als we iedereen gered hebben? Ja, dan gaan we achter de duistere vorst Mr. Mime aan. Dus dan ga ik jullie inderdaad verlaten, Raichu. Raichu die gaat ons helpen om er te komen. Dat vind ik super tof, Raichu. We zijn bij de herberg. En Guigi heeft weer een cadeautje gekocht, jongen. Dit keer voor Shadow. Wat heb je voor Shadow gekocht, joh? Een tamboerijntje. Oh, dat vindt hij niet zo leuk. Shadow is niet heel blij. Wat een ondankbaar krenk ben je, Shadow. Je zit al ons eten op te eten en nu ben je ook niet blij met een cadeautje. Het is echt dat je wel oké bent, Shadow. Dat je wel goed meedoet in het team. Maar je bent wel echt een ondankbaar mannetje. Weet je, Shadow? Om je toch een beetje tevreden te houden? Hier, heb je een bom als aanvalswapen. Ziet er wel cool uit trouwens, die bom. Wooloo die krijgt een nieuw stippen gewaad, maar die vind ik niet zo mooi. Dus we gaan alleen het effect dragen. En dat was het. Ik stop met geld uitgeven. Oké, en we kunnen door. Gaan we dan nu eindelijk Pichu vinden? We komen aan bij de poort en er moeten 3 amuletten in. En volgens mij hebben we inderdaad 3 amuletten die we hierin kunnen doen. Ja hoor, de poort is open. En we kunnen de reis vervolgen. Oh, maar we... Wow, oké, we kunnen nu superveel kanten op. Yo, maar waar moeten we dan naartoe? Dit is nog best wel een groot gebied, joh. Guigi die vindt het moeilijk om op Epona te zitten. Maar tegelijkertijd zijn het ook goede buikspieroefeningen. Goed om te weten, Guigi. Je bent volledig gemaakt van slijm, volgens mij. Dus ik weet niet hoe jij spierpijn kan hebben. Want je hebt geen eens spieren, Mattie. Ik vind het een raar verhaal. Nou, we moeten even kikkenvissen slopen met z'n allen. En dat is alweer gelukt. Dat ging best wel makkelijk. Oh, nu moeten we 3 kikkervisjes en een of andere tornado slopen. Oké, we moeten eerst de tornado kapot maken, jongens. Wooloo gaat ontploffing doen. Die gaat iedereen in één keer kapot proberen te maken. Ik ga proberen om het lentebriesje te slopen, want die gaat dus de kikkervisjes healen. Bim! Lekker, Shadow. Goed gedaan. Oké, Shadow heeft toch wel zijn waarde, hè? 2 kikkervisjes over. En die zijn ook weg. Lekker, man. We zijn bij Cassie aangekomen. Daar zitten 2 zwaard sashimis in. Oké, is dat gemaakt van een zwaardvis? Dat lijkt me best wel lekker, eigenlijk. Oeh, en Guigi vindt de zwaard sashimi ook heel lekker. Kijk hem springen, jongen. Even kijken wie de babyvoeding lekker vindt. Shadow? Oh, Shadow vindt babyvoeding wel oké. En dan hebben we de weg vrijgemaakt naar een kissie. Ben ik heel benieuwd wat er in het kissie zit. Of daar wat nuttigs in zit. Ik denk dat daar een outfit of een wapen in zit. Volgens mij is dat heel vaak in die kissies. Maar soms heb je ook valstrikken. Zoals deze. Oh, maar dit zijn wel aardig wat boinkies. Ja, en die boinkies, die zijn vrij gevaarlijk. Want die glinsterende boinkies, die zijn best wel sterk volgens mij. De niet glinsterende boinkies zijn niet zo sterk. Ontploffing van Wooloo. Lekker Wooloo, dat is wel echt een lekker aanvalletje. We moeten er nog 1. En die is nu kapot. Volgens mij krijgen we nu heel veel lekker eten en zo. Oh, alleen 1 boinksalade, toch niet. Oké, geef me mijn kist. Is dit de goede kist? 1000 monies? Dat is chill. Is er nog een kistie toevallig? Nee, er is niet nog een kistie. Nou, dan moeten we verder op zoek naar Pichu. Naar het gezicht van Pichu. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus wil je dat zien? Vergeet dan niet te abonneren hier met die rode knop. Is gewoon gratis, dus kan je gewoon doen. En vergeet niet even om de video te liken. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!